Welkom bij SGC aan de Veuwe. De training gaat beginnen. De lijn die net start heeft in de training is op alle leeftijden. Ziet eruit dat Niek Meijer probeert binnen door te komen.
Pieter Steen zit voorop, niet op de tweede plaats erachter. Gaat nu Meijer proberen binnen te doen? Nee, Tim houdt het gat dicht. Spannende reis. Kas rijdt op de derde plaats. Komt niet. Goede overwinning hier van Tim, niet op de tweede plaats. Dan verder met race nummer 5. Eigen klasse van 8 jaar. Hier wordt wel voor een halve, hier wordt er voor een halve finale plaats gereden. En dan gaan ze. Hier is Harm Snoer, de eerste heeft gevolgd. Gevolgd door Antoine. Antoine steekt er even bij. En Harm weet de eerste plaats te behouden. En dan gaat Antoine Blanke van de buik komen. En dan wordt er op plaats 3 en 4 wordt gestreden door Lars en door Mike. En ook een van Harm Smulders, nummer 2 Antoine. Dan gaan we verder met plaats nummer 6. En 5 rijders. Ook deze dan voor een halve finale. Dus hier gaat het om de eerste 4. En daar is op Kevin van den Burg het eerste beneden. En wordt voorbij gestoten. Door die van Rafael Zijker nog wel zien. Dat zal Boris wel zijn aan het commentaar door. We zitten op Boris, gevolgd door de Wolven Boren. Allebei van FC Nuland, FC Zuid-Nuland. Goeie prestatie, mannen. Gaan we verder met meisje nummer 7. Staat de 6 klaar. Eigen klas 8 jaar. Ook hier wordt er voor een halve finale plaats gereden. En komt er nog 190 voor van partij. Nummer 149. Zo te zien alleen maar boos. Niks aan de hand. En dan hier is weer twee echte strijd voor de eerste plaats. Plaats 2 en 3. Dat samen met Niels. Hier een nummer rijden dat hier op de lijstje staan. 348 staan hier op de lijst. Maar... Zo. Ik zit op de race 7, sorry jongens, ik zit op de race 7 te kijken. Nou, race 8 is weg. Dit is Niels. Sorry Niels. Goeie start Niels. En Evelien gaat op de derde plaats. Niels heeft een behoorlijke afstand op de thuisbaan. Mooie dubbelsprong. Ruben op de tweede plaats. En Evelien op de derde. En hier gaan de 4 rijders door. Dus Peter Bijvoet, die gaat ook naar de halve finale toe. Zit jij hier mooi? Ja.
9. Dat is weer iemand van de Amazone, vond ik. Jasper Kaasjager. Als we thuis gaan van de horen, dat hij voor een jong meisje echt een haren zeten hoor. Hier gaan drie rijders naar de finale. Dus om de Jasper goed zaken. Britt doet goed zaken. En Tristan van de Brink doet goed zaken. Nee, maar die wordt nog ingehaald. Johnny komt er nog voorbij. En is het toch wel een spannende race.